Hugo, van harte welkom. Fijn dat je in je drukke schema toch nog de tijd hebt kunnen vinden om hier te zijn. We weten dat je beperkte tijd hebt omdat je zo elders moet zijn in deze stad. Des te meer waarderen we het dat je toch hier bent om nog iets van deze sfeer mee te maken. En we zijn ook benieuwd naar hetgeen jij ons te vertellen hebt vanuit jouw rol als wethouder hier onder meer van onderwijs in deze prachtige stad. Ik geef je graag het woord. Dankjewel. Dankjewel. Goedemiddag. En wat geweldig om hier zo'n ongelooflijk grote zaal vol met mensen te zien, vol met onderwijsmensen te zien en allemaal van kind en onderwijs. Wat een, ik vind dat echt een feest. Ik dacht, dan trek ik ook mijn feestelijkste schoenen aan. Misschien zou ik even de kring rond mogen. Is mooi toch? Ja. En het zijn echt Rotterdamse schoenen. Hè? Ik heb dat wel vaker verteld. Ze zijn van Mascolori. Dat is een zaakje aan de Bergweg. En dat zijn Rotterdamse ondernemers. En die maken schoenen. Het schijnt dat ze sinds vorige week ook schoenen hebben met het design van de markthal erop. Ja, dat is echt heel gaaf. Die moet ik dus hebben, Werner. Ik zou zeggen, doe je mee. Die moet ik hebben, alleen het is me nog even aan de tijd ontbroken om die ook te gaan halen. Het is feest vandaag. En jullie hebben volgens mij een prachtige dag gehad. En het is een beetje bijzonder natuurlijk om daar zo aan het einde van de dag eventjes in te komen waaien. En met jullie hier de dag af te sluiten. Maar dat was even niet anders in de planning. Ik had er dolgraag de hele dag bij geweest. Want ik kan me voorstellen dat jullie een hele inspirerende dag achter de rug hebben. Als je de hele dag de gelegenheid hebt om met collega's na te denken over wat is er eigenlijk op onze scholen nodig om klaar te zijn voor die 21ste eeuw. Want dat was het centrale vraagstuk voor vandaag. Ja, dan komen er allerlei hele spannende ideeën los. En ik kan me ook wel voorstellen dat het je dan een beetje begint te duizelen. Dat doet het mijzelf namelijk als ik nadenk over wat is er eigenlijk nodig. En zijn we eigenlijk klaar voor die 21ste eeuw? Als ik daar hardop over nadenk, dan zeg ik nou eigenlijk is het antwoord daar voorlopig op. Nee, we zijn nog niet klaar. Als je kijkt naar Rotterdam, dan hebben we natuurlijk een geweldige uitgangspositie. We hebben heel erg veel jonge mensen. Van het weekend was nog een nieuwsbericht in beeld. Waarbij werd gezegd het aantal pubers de komende tijd in Rotterdam, dus Rotterdammers tussen de 10 en de 20, dat gaat tot 2025 gaat dat behoorlijk groeien. Ja, die pubers zitten natuurlijk nu bij jullie op school. En dat gaat nog heel erg groeien. En zijn we dan automatisch ervoor klaar dat we die pubers ook opleiden voor de banen die er straks zijn, in 2025 zijn? Nou, dat kun je eigenlijk nooit zo zeggen, want welke banen zijn dat eigenlijk? In welke sectoren zijn die? En wat wordt er dan eigenlijk van onze jonge mensen gevraagd? En omdat je dat nooit kunt weten, omdat je dat nooit helemaal kunt voorspellen, het onderwijs is geen koekjesfabriek, vraagt dat van ons, vraagt dat van leraren om alle dagen paraat te zijn, alert te zijn op wat is eigenlijk de vraag uit de samenleving straks en wat moet ik mijn kinderen vandaag meegeven? Dus het is niet zo dat als je er een studiedag over houdt, dat je er dan uit bent voor de rest van de 21ste eeuw. Tenminste, dat denk ik niet, toch? Maar het is eigenlijk zo dat je daarmee met elkaar de vragen probeert te formuleren die je alle dagen in je binnenzak hebt. Die je alle dagen in je hoofd hebt als je die groep kinders voor je neus ziet zitten die aan je waren toevertrouwd. Zo doen we dat eigenlijk ook de komende tijd in het Rotterdams onderwijsbeleid. Want we hebben weer een nieuwe beleidsperiode te gaan. We gaan weer een nieuw Rotterdams onderwijsbeleid bouwen. En terugkijkend over de afgelopen 4 jaar, denk ik dat dat wij met elkaar ontzettend trots mogen zijn. Natuurlijk, het is zo. 4 jaar geleden zeiden we tegen elkaar, als we kijken naar de onderwijsresultaten in Rotterdam en we vergelijken dat met de andere grote steden, en we vergelijken dat met de rest van het land, dan zien we dat we een behoorlijke stap te zetten hebben, dat we een behoorlijke weg te gaan hebben. Maar kijkend naar wat we hebben gedaan in de afgelopen periode, hebben we echt met elkaar het verschil gemaakt. Jullie hebben het verschil gemaakt met de leerlingen die aan je waren toevertrouwd. We hebben de onderwijsresultaten inderdaad verbeterd. Op eigenlijk alle zichtbare indicatoren, of het nou gaat over tussentijdse toetsen, als het nou gaat over het CITO-eindresultaat. We hebben eigenlijk op alle zichtbare indicatoren hebben we inderdaad ons been een beetje bijgetrokken bij de rest van het land. En zijn we er dan daarmee? Nee. En dat heeft juist te maken met wat die 21ste eeuw vraagt. Vraagt van onze leerlingen straks. En omdat het straks aan onze leerlingen gevraagd wordt, is het nu al een vraag van ons. Zijn we onze leerlingen
met een vliegende start die toekomst aan het insturen? Of moeten we daarvoor nog dingen anders doen? En ik wil graag met jullie die vraag beantwoorden. Want we maken dat Rotterdams onderwijsbeleid natuurlijk niet op het stadhuis. Dat zou wel lekker snel zijn misschien, zo achter de tafel aan de Koolsingel. Maar dat zou niet goed zijn. We maken het Rotterdams onderwijsbeleid juist samen. En dat is ook de reden dat in de afgelopen week is er een startdocument, een consultatiedocument, is er rondgestuurd. Met de vraag aan het hele onderwijsveld en iedereen die verder met ons mee wil denken. Wat vinden jullie nou van belang in de komende periode? Wat moeten we doen in de voorschoolse periode? Om echt alle kleuters een vliegende start op die basisschool te geven. Wat moeten we doen om de kwaliteit en de schoolontwikkeling een nieuwe impuls te geven? Wat moeten we doen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren? Dan zou je zeggen, ja, maar dat is toch van het mbo, dat is toch van Hully, dat is toch niet ons. Maar dat begint echt op de basisschool. Leerlingen leren kiezen en ouders erbij betrekken. Welke banen zijn er voor straks? En wat zou eigenlijk bij mij passen? Met die keuze start je op de basisschool, is echt mijn overtuiging. En misschien wel heel erg belangrijk, hoe zorgen we dat we in Rotterdam onze beste mensen voor de klas zetten? Hoe zorgen we dat de beste mensen kiezen voor het onderwijs, voor een baan in het onderwijs? En hoe zorgen we dan dat, als we hebben gezorgd dat de beste leraren op de leraaropleiding zitten, hoe zorgen we dan dat die in Rotterdam aan de slag gaan? We zijn dol op Lansingerland en wat iets meer zijn natuurlijk, maar in Rotterdam is de grootste opdracht voor het onderwijs en wij hebben de beste nodig. Welke maatregelen moeten we daarvoor met elkaar nemen? Natuurlijk, je kunt heel veel op schoolniveau, je kunt heel veel als stichting, en zeker als je zo groot bent. Maar hoe kunnen we elkaar helpen daarin? Ik hoop van harte dat jullie daar ook volop op zullen reageren. Omdat we al die ideeën nodig hebben om met elkaar te komen tot een goed plan voor de komende jaren. En ik heb ontzettend veel zin in dat plan. Ik heb misschien wel eens verteld, ik heb op mijn kamer heb ik een aantal tegeltjes hangen. Dat vind ik leuk. Gewoon als er iemand is langs geweest die iets moois heeft gezegd, waarvan ik denk, hey, daar moet ik ooit nog eens een keer aan terugdenken. En ik heb een van die tegeltjes, daar moest ik aan denken bij de voorbereiding voor vandaag. En ik weet eigenlijk helemaal niet van wie die is. Het is jammer eigenlijk. Maar er is iemand die heeft dat kennelijk een keer gezegd aan tafel. En dat is, alles wat aandacht krijgt, groeit. Kijk, als je op je in laat werken, hoeveel er nodig is. Hoeveel, zo leuk was hij toch niet? Jij zegt dat altijd. Was jij het dan? Als je bedenkt wat er nodig is, als je echt met jezelf het antwoord probeert te vinden op, zijn wij klaar voor die 21ste eeuw en wat moeten we dan allemaal nog doen? Als ik voor mezelf probeer te bedenken, wat zou ik eigenlijk allemaal nog die komende 4 jaar in dat Rotterdams onderwijs willen veranderen? Zodat we echt het verschil maken in het leven van kinderen. Als ik bedenk hoeveel mensen daarvoor nodig zijn. Als ik bedenk met hoeveel schoolbesturen, hoeveel scholen we daarover dus afspraken te maken hebben. Dan kan het me wel eens gaan duizelen. En wat is dan eigenlijk de veranderstrategie en wat doe je dan eigenlijk morgen? Wat is dan eigenlijk de eerste stap die je zet? Nou, in wat je daar allemaal waarschijnlijk nog aan hele slimme veranderkundige strategieën op zou los kunnen laten, geldt eigenlijk maar één ding. Eén hele simpele managementwijsheid, leiderschapswijsheid. En dat is alles wat aandacht krijgt groeit. Als wij morgen op school aan die dingen de aandacht geven waarvan we vinden dat ze belangrijk zijn en ons niet te veel laten afleiden door die dingen waarvan we vinden dat ze eigenlijk wat minder belangrijk zijn, dan weet ik heel zeker dat het onze kinderen ten goede komt. Alles wat aandacht krijgt, groeit. En laat het in ieder geval onze kinderen zijn. Dank jullie wel.